wedstrijdzaak aan bod, want dan denk je misschien alleen maar aan een wedstrijdje. Maar wat houdt het volgens jou? Hoe ga jij je mee bezighouden? Het hoofddoel van wedstrijdzaak is dat alles wat je moet doen om überhaupt een wedstrijd te kunnen spelen. En daar komt iets meer bij kijken dan eerst training geven, dat zijn de voorbereidende kanten. Zorgen dat je de juiste mensen in de juiste teams hebt zitten, dat zijn de voorbereidingen. Maar op een wedstrijddag heb je zaaldiensten nodig, je hebt roosters nodig, je hebt een wedstrijdschema nodig, je hebt scheidsrechters nodig. Dus ik ga me met name een beetje in die hoek waarvan heel veel mensen er maar standaard van uitgaan dat dat er altijd is, opnemen.